Hallo, mijn naam is Veerle en ik ben een cash budgeter. Ik budgeteer mijn inkomen om te weten waar het naartoe gaat door gebruik te maken van de cash enveloppen. Is het iets dat je interessant lijkt? Kom er dan gerust bij door op de abonneerknop te drukken. Het is niet te geloven dat het alweer al zondag is. De laatste zondag van juli. Ik ga vandaag een paar grote challenges doen. En ja, we gaan eraan beginnen. Hè. Ik heb hier al mijn A5 binder bij mij liggen. Daar zit er zo'n beetje van alles in. Van Saving Challenge onder andere. De Floating on Cloud 9. Daarvoor heb ik dan ook mijn boek nodig met de challenges in. Floating on Cloud 9. Dat is een leuke challenge van Lisa Grateful Me. Hoeveel gaan we hierin steken? Ik ga ondertussen een blauw kleurpotloodje nemen. En voilà. Lisa Grateful Me, wat kreeg jij deze week van mij? Floating on Cloud, 10 euro. Heb ik hier nog een 10? Ja, ik heb er hier nog een paar. En als deze challenge vol is, dan heb ik 100 euro gespaard. Wat had ik gezegd? 10 euro. Hè? 20, 40, 50. Dus we zitten halverwege. De Puzzle Challenge. Dat is zo eentje die ik zelf in elkaar geknutseld heb. Gewoon door hokjes te maken. En de Puzzle Challenge geeft tot op heden. Dit. Jullie dus niet. De Puzzle gaan we ook 10 euro bijgeven deze week. Wat gaan we kleuren? We gaan terug de basis in kleuren. Dat we een sterke basis hebben. Dan heb jij 10, 20, 30, 40, 45. Nice. Nog eentje om in te kleuren. De letters. Elke letter is 5 euro. En deze krijgt 5. Het geld had ik daar al klaargelegd, omdat ik een totaal had van 155. Dus we gaan een nieuw woordje doen. Dus ik ga verder doen met mijn blauwe. Tien, twintig, dertig. De Mandela van Disney. Je krijgt ook 5 euro. Wat gaan we doen? Een bloem. Een blauwe bloem. Ja, een hortensia kan zoals blauw zijn. Hè. Dat is voor 2 euro. En dan de handschoen is ook 2 euro. Is al 4. En dan nog. Een etiketje is 5. Tien, 15, 17. Voilà. De bundel mag weg. En dan ga ik verder in de binder zelf. De appeltjes. Appeltje voor de dorst of ook voor eventueel iets van techniek. De appel, amarijn in kleuren voor 5 euro. Vijftig, zeventig, tachtig, negentig, honderd, 110, 115. Dat is een mooi bedrag. De slangen en de ladders. Mijn magneetje staat hier. Ik heb toch moeten proberen te wisselen een keer. 2, 4, 6, 8 voor 10 euro. Oké, een dobbelsteen.
1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 euro. Gaan we voor deze sparen. De pot bij nemen. En 1 euro uitnemen. Voilà. Oké, dus ik had hier 5, 15 is 16 euro. En die kan je eigenlijk blijven verder spelen. Als je hier op finish komt, dan kan je gewoon zo terugkeren. Dit was van cashstuffing.be. Is wel leuk. Kan je blijven spelen. Tot wanneer dat je doel bereikt hebt. Het noodpotje. Dat is ook van cashstuffing.be. Het noodpotje geeft nu 10, 12, 13, 14 euro. En we gaan er nu 2 euro'tjes bij doen. Ik ga terug naar mijn pot. 2 euro erbij is 16. Stiftje erbij en eentje inkleuren. Voilà. En dan heb ik nog deze leuke lieverd voor te krabben. We gaan hier blijven. 2 euro. Maar je ziet het wel niet goed. 2 euro. Terug naar de pot. 2 euro. 2, 4 is 5 euro. Voilà. De kleerbinder. Terwijl dat ik toch mijn krastoeltje bij me heb, ga ik verder gaan naar de krasbinder. En mijn bloemetje zit hier bij de Mystery Saving Challenge. Dus we gaan een keer kijken wat we hier gaan krassen. Hier heb ik nog niets gekrast, dus laat ik hier een keer eentje krassen. En voor deze binder heb ik dus terug 60 euro gebudgeteerd. Dus we zitten hier al aan 25. 20, 25. Dat komt dan hier samen. 20, 40, 60, 80, 90, 100. 10, 20, 120. Dus ik ga dat misschien dan ook opschrijven. Ik heb geen rekenmachine bij mij. Dus ik heb al nu 25. Ik schrijf dat hier naast mij, dat ik het niet vergeet. En dan ga ik verder. Dat is ook eentje dat ik zelf in elkaar heb geknutseld. Oké, let me see. Ik heb hier nog eentje over, dus ik ga die doen. 1 euro. Ik ga nog eentje doen, dus het eerste zonnetje is afgewerkt. We gaan nu een keer naar het eerste gaan. Wat staat hierin? 5 euro is 6 euro. 1 euro, want ondertussen hebben we al 31 euro. Ik moet dan terug weer naar mijn pot gaan. Gelukkig heb ik deze pot. Dat is allemaal het enkele geld van mijn portefeuille die ik ledig. En 5. Voilà, dan hebben we hier
10, 20, 30, 31. Oké, dan gaan we naar van voor. Christmas. Dat zijn ook wel altijd grote. Maar kunnen we gaan doen hier in de midden misschien. 20 euro, dat valt mee. Zeker omdat ik ook weet dat dit ene is van 250. Dus ja, er zitten wel grote tussen. En het is een sneeuwman. 20, twee briefjes van 10. Ik zou het ook hier beter opschrijven. Wat heb ik dan al in Christmas? Oh, dat zit hier niet goed. 50, 100, 20, 30, 40, 140. Zijn jullie al begonnen voor Kerstmis? Een beetje te sparen. Birthdays. Ik ga deze nemen. Vijftien. Stukje taart. Vijftien. Twintig, veertig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, 100 euro. Ik zit ook al verwegen. Yes. Als deze vol is, ga ik hem in de sinking fund steken van de gifts. Omdat ik daar dan ook meestal uitneem uit de gifts als er ergens een verjaardagsgeschenkje moet gekocht worden. Want voor de kinderen zelf heb ik een eigen envelop voor de verjaardagen. Dus dat is mooi meegenomen om hem goed aan te vullen. Dan zit ik aan kleding, maar. Ik heb, als ik goed geteld heb, hebben jullie ook meegeteld, heb ik nog 4 euro over. Dus ik weet wel, ja, hier zit geen 4 euro tussen natuurlijk, hè. Ik ga het mij riskeren. Ik neem het dan van het budget en dan kom ik ergens anders. Wat moet ik nou doen? De nieuwe home moet ik nou doen. Ja, dan ga ik daar ietsje minder moeten insteken, hè. Ik ga deze nemen. Juist een redelijke grote, 25. En het is nog toepasselijk een mooi zomershortje. 25. Poep, poep, poep. 10, 25. Ja, en anders was het een IOU natuurlijk, hè. Want met het krassen weet je het niet op voorhand. Tenzij natuurlijk dat je voor de week daarvoor krast. Dat weet je natuurlijk wel. Maar zo blijft het nog altijd een beetje spannend, vind ik. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. En ik ga de speld terug hier steken. Maar kijk, we komen weer hieruit ze. Toeval of niet, ik weet het niet. Maar de volgende keer begin ik terug hier. Nog twee keer en het is afgelopen met deze Mystery Saving Challenge. En zoals ik dus zei, 10, 20, 30 euro in plaats van 60 euro. Mm-hmm. Ja, het is wat dat het is. Wifi. €5. Tien, twintig, dertig, 40, het hangt een beetje aan elkaar.
45. Elektriciteit, 5 euro. Dus, wacht hè, hoeveel zit hier nu in? Ah, dat is 5. Ik ga het dan omdraaien. Voilà. 5 euro, 20, 30, 40, het 50 euro. Water. Ik ga die dan misschien nu overslaan, want ik heb minder budget en het water, dat zal nog zo'n loop niet varen, denk ik dan. Grondlasten wil ik zeker stuffen, want dat gaat wel een grote hap zijn uit het budget. 10 euro. Dat is 20, dus ik ga een halve doen. €20, €40, €60, €70, €80, €85. En hoe komt dat dat hier dan niet juist staat? Dat is voor die 20. Dan kan ik hier eigenlijk nog een halve bijtekenen. Is een volledige. 80 en 5. Dan klopt de tracker. De garden, je hebt nog 10 euro. Garden, heb je iets nodig? Ik ga 5 euro doen voor de garden. Zo. Vijf. Ga ik een halfje doen. €20, €30, €40, €50. Ah ja, 1, 2, 3, 4. Mijn tracker klopt hier nu ook niet. Hè. 50. Ah ja, gewoon een streepje bij. Hè. Deze staat gewoon het getal in, dus ik had misschien beter die aangekruist. Maar er zit 50 in. Hè. 10, 20, 30, 40, 50. En dan heb ik nog 5 euro over. Decor ga ik nu misschien overslaan. 10, 20, 30. Denk nu niet dat we direct nieuwe spullen daarvoor gaan kopen. Maar toch altijd al een beetje opzij zetten. Je weet maar nooit. En dan kan ik hier die 5 euro in onderhoud steken. Natuurlijk, het is een nieuwbouw. Ik koop nu ook wel. Dat we niet daar direct moeten terug vernieuwingen doen. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Maar dat zijn halfjes. Maar ik heb hier ook nog een tientje. Dus, allee, het is de andere kant. Ik heb wel graag dat volledig is. Als ik dan 5 euro insteek, dan kan ik een halve zetten. En ik ga nu deze nemen. Dan is het duidelijker. 40 euro. Deze heeft sowieso ook wel, ja, het is wel belangrijk, maar met een lagere prioriteit. Omdat het is nog niet bewoond, hè. Dus wifi, elektriciteit, water, dat is nog niet echt nodig. De grondlasten, ja, dat denk ik wel dat dat volgend jaar wel bij mijn grondlasten van het hele gebouw zal berekend worden. Dus ik ben in mijn variabelen daarvoor aan het sparen voor hetgeen dat ik nu heb. Dus als dit er dan bij komt, dan heb ik toch al een mooi reservemapje, hè? Zo. En dan heb ik hier nog 80 euro. Dat is om te verdelen in mijn sinking funds. In het begin van de maand heb ik hier al eens in gestuft.
Maar met het budget dat ik berekend had, kon ik het nogmaals doen deze maand. Happy me. Dus de drill is 20 euro in de eerste envelop. Dat is voor mij tot op heden nu de belangrijkste. Dus voor het huis, 20 euro. En dan hebben we hier 100, 20, 40, 60, 80, 90. Oh, dat is wel altijd zo moeilijk. Of 100, 150 op de bank. 70, 90, 210, 230, 240. En dat wordt dan op de bank gezet als extra voor de afbetaling van het zorgkrediet. En dan is het de drill gewoon de 5 euro's. Niet goed praten. De rest van de 5 euro's verdelen onder de map. Gezondheid. 20, 40, 60, 80, 100, 10, 115. Huishouden. Twintig, veertig, vijftig, zestig, zeventig en tachtig. Healthy lifestyle. Vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd, tien, 115. Pets care. 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 50, 60, 70, 75, 175. Back to school. Dat zijn natuurlijk mijn categorieën, mijn sinking funds, die ik voor mij persoonlijk belangrijk vind. Maar voor jullie kan dat een ander gebied zijn, hè. Sparen voor dingen die weten dat gedurende het jaar dat je dat nodig hebt in je leven, in je gezin. 100. Je moet geen, wat zou ik zeggen, geen petscare misschien hebben. Als je niks van huisdieren hebt, dan heb je deze envelop bijvoorbeeld niet nodig. Denk ik toch. 100, 150, 170, 190, 200. 210, 220. Er zitten hier nog twee briefjes in, want die 120 staat dus nog op de bank. Kledij. Krijgt ook 5. 10, 20, 25. En dan is hier de gift envelop. 10, 20, 30, 40 euro. Dus je ziet wel, als dan die challenge van de verjaardagen hierbij gaat komen, gaat hij een keer goed gevuld zijn, want het is een beetje leeg. Dan ga ik naar mijn envelop. Maar ik heb nu niet ook ergens iets dringend. Hè? Allee, of iemand die jarig is. 10, 20, 25. Mooi, mooi. Hier zit ook een decor in. Ik heb hier ook moeten uitnemen. Ik heb spulletjes gekocht voor mijn kast te organiseren. Bij, hoe noem je die maatschappij? Ik kan er nu niet op komen. Mooie, sterke boksen om mijn boter. Pasta's en zo mooi in mijn kast te zetten. 20, 30, 40, 45. En dan is het altijd leuk als je naar een envelop kunt gaan en je kan het betalen. Selfcare. 10, 20, 25. New car. 5 euro erbij. Maar ik kan hem dus nog niet bijkleuren. Want elke
Wagen is 20, dus de volgende keer zal mij dat dan wel lukken. 100, 150 op de bank, 160, 170, 175. En waarom doe ik het op die manier? Elke envelop krijgt dan alle keren iets. Anders gaat het meeste budget altijd wel naar dezelfde enveloppen. En blijven mijn andere doelen wel een beetje op de honger zitten, hè? De fiets. Ik krijg de laatste 5 euro, maar ik ga hem van voor steken, want ik kan dus ook niet invullen, want het is 10 euro per embleempje. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 95. En zo zie je maar, hè, 95 met 5 euro'tjes met een keer. En mijn elektrische fiets, die komt er ooit wel. Natuurlijk moest dat nu wel heel belangrijk zijn, dat ik bijvoorbeeld geen auto zou hebben. En dat ik een elektrische fiets toch wel kan gebruiken voor mijn job. Dan zou deze envelop natuurlijk wel naar van voor schuiven. In de eerste plaats. Hè. Maar nu blijft hij daar nog een beetje zitten achteraan. Oké. Dat is het. Ik ben helemaal rond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Dag.